De Boef scoorde 9,1 uit een uitgangswaarde van 9,70. We zijn gekomen bij de laatste finalisten. En dat is Berber van den Berg. Opent sterk met een achterwaartse salto. Ik denk dat 9,1 op dit moment derde is. Dus dat is voor haar richtinggevend. Als ze daar boven komt, heeft ze een medaille. Zit ze eronder, grijpt ze ernaast. En ze grijpt er dus naast. Sterk begin. Ja, dit doet dan weer afbreuk. Halve punt aftrek. En dan is het gewoon weer doorgaan. Ja, dat is dus de discipline die je aangeleerd wordt tijdens de trainingen. Oh, oh. Het gaat goed, gelukkig. Ja, dat is de discipline die je moet geleerd worden tijdens training van een fout. Oké, we gaan weer op, door en met namelijk weer met de mentaliteit van dat we er weer voor gaan alsof er geen fout heeft plaatsgevonden. Want zo moet je gewoon verder als turnster. Dat is altijd in een meerkamp. Ja, er worden toch wel foutjes gemaakt, ook door de allerbeste. Maar dat wil nog niet zeggen dat je verloren hebt in een meerkamp. Maar ja, op zo'n toestelfinale als dit is zo'n fout, zo'n grote fout, natuurlijk desastreus. En dat weet Berber van den Berg ook. Maar ze geeft gewoon haar visitekaartje af en ze hoort het ook. Deze 15-jarige turnster uit Heerenveen. Debutante, maar ze bereikte wel 2 finale plaatsen. Vandaag en bij sprong en hier op de Eversbalk. Afsprong, dubbel salto. Verdient dit applaus als aanmoediging om op de ingezette weg door te gaan. Op weg naar het Nederlands kampioenschap in juni. Waarin de Nederlandse turnsters zich individueel moeten plaatsen bij de beste 9. Want de bondscoach gaat dan met 9 verder op weg naar de voorbereiding voor de wereldkampioenschappen. Kijk, hier ging het nog voortreffelijk. Loopsalto, heel stabiel. Concentratie voor de vrije overslag. Ja. Ook precies afgemeten. Niet te veel, niet te weinig. En deze combinatie. Hier ging het fout. Uit balans. Dat zien we al bij de landingsvoet. Linkervoet staat half naast de balk. Halve punt aftrek. Dus zal Berber van den Berg niet bij de top 3 komen. Want we weten inmiddels de score van de laatste Roemeense. Die was 9,45. En Berber van den Berg zou 9-1 moeten scoren om nog voor een medaille in aanmerking te komen. En dat kan gewoon niet. Dat laat haar uitgangswaarde ook niet toe. Want ik meen dat ze een uitgangswaarde heeft van 9,60. Jawel. En ze scoort 9,40. Dat zie ik inmiddels op het scorebord. En 9,40 betekent dat ze als 7e deze finale gaat beëindigen. Hier zien we dat. 9,6 is de SV, de uitgangswaarde. En de score is 8,40. 7e plaats dus voor Berber van den Berg.